Mark weer, van harte welkom bij deze nieuwe voorleesvideo. In deze video ga ik voorlezen uit de boekjes van Plop die ik heb gekregen toen ik heel klein was. Het verhaaltje van vandaag is het vliegtuig. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen, mij te liken met vormen mijn social media's. Bom. Het vliegtuig. Klus vindt een gek ding in het bos. Het is een vliegtuig, weet Klus. Klus is heel nieuwsgierig en kruipt er meteen in. Kijk. Hier zie je dat Klus het vliegtuig vindt en hier zie je Klus er aan het kruipen. Okay. Maar broem, wat gebeurt er? Het vliegtuig gaat in de lucht. Gaat de lucht in. Klus vliegt boven het kabouterbos. Daar staat de paddenstoel van Plop. Oké. Het toestel duikt naar beneden en scheert rekkelings langs het hoofd van Plop. Plop duikt weg en valt lang uit in de modder. Wat verderop hangt Kwebbel de was op. Maar broem, daar gaat Klus met de schone was van Kwebbel. Het vliegtuig vliegt met Klus verder naar de beek. Daar ligt Lui te slapen. Plons, Klus duikt onder en Lui is doornat. En hop, het vliegtuig komt weer boven water en vliegt weg. Wat gebeurt er nu? Het ding gaat ondersteboven vliegen. Klus tuimelt naar beneden. Oh, wacht even. Maar valt gelukkig recht in het vliegtuig. De andere kabouters zien alles gebeuren. Ze hollen Klus en het vliegtuig achterna. Verderop speelt Jantje met zijn vliegtuig. Jantje, tijd om naar huis te gaan, zegt mama. Jantje zet zijn vliegtuig met Klus erin weer netjes aan de grond. Plop, Kwebbel en Lui helpen Klus snel uit het toestel. Dan verstoppen ze zich. Net op tijd, daar is Jantje. Oef, dit avontuur is gelukkig goed afgelopen. Voilà, dat was het voor deze Michael voorleesvideo. In de volgende video ga ik weer een ander boekje voorlezen van Plop. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen, mij te liken en mij te volgen op mijn social media's. En voor iedereen die deze storytime leuk vond, wens ik jullie een hele fijne dag. Bye! Thank you.